Studenten in Noord-Holland zijn niet bepaald blij met de aangekondigde renteverhoging op de studieschuld. In één jaar tijd ging deze rente van 0 naar 2,5 procent. Zo ook bij Roan uit Amsterdam. Ik ben in 2015 begonnen met studeren. En dat was precies de, de, de pechgeneratie. Dat we dus het eerste jaar dat het leenstelsel inging en ik geen basisbeurs meer kreeg. Maar waar ik eerst ja, dus vanuit ging dat ik. Niks extra's hoef te betalen, moet ik nu dus per jaar 580 euro extra betalen. Roan had liever niet geleend, maar met zijn studie was niet lenen geen optie. Ik moest sowieso wel gaan lenen, want ja, op een dansacademie zit je 60 uur per week op school. Dus ik kon daarnaast ook niet echt gaan werken. Ik ging uit huis, dus ja, je hebt gewoon een huur, je hebt boodschappen. Dus ja, dan ga je toch maar gewoon lenen. En ja, toen klonk dat inderdaad allemaal vrij voordelig tegen 0% rente en je kon 20 jaar aflossen en als het dan nog niet lukt, dan mocht je 35 jaar aflossen en als het dan nog niet was gelukt, werd het allemaal vrij, uh, kwijtgescholden en je hypotheek zou er niet mee uh, gemoeid raken en dat soort dingen. Maar ja, dat blijkt nu in de realiteit allemaal een beetje anders te zijn. Toen Rohan begon met lenen, is hij niet door Duo gewaarschuwd dat deze lening hem extra geld zou kosten. En daarom had die communicatie volgens hem beter gemoeten. Het voelt gewoon heel raar en eigenlijk een soort van oneerlijk dat ze zomaar die regels dus kunnen aanpassen. Want hè, het was voor ons al allemaal nadelig van, er was ineens geen basisbeurs meer, je gaat een leenstelsel in, maar het is 0% rente en het werd allemaal heel erg gedaan alsof dat eigenlijk allemaal meeviel. Dus ga gewoon lekker lenen en dat komt allemaal wel goed. Een beetje dat beeld werd gecreëerd en dat was niet per se duidelijk toen je ging lenen. Dat, dat ze ineens toch rente omhoog konden gooien of ineens, uh, ja dadelijk zeggen ze ineens ja je moet het toch binnen tien jaar aflossen, ja.